Bij mij in de studio, Johan Daanen van Groen, welkom. De minister was niet zo voor een klimaatwet. Hij is niet te vinden voor een klimaatdecreet. Waarom moet er wel zo'n wet komen? Ja, ik wil eerst en vooral zeggen dat er niet zo lang geleden was er in het federaal parlement een studiedag waar een aantal professoren hebben gesproken over klimaat en wat er moet gebeuren. En een van de instrumenten die zij aanriepen was, er moet een klimaatwet komen en er moeten klimaatdecreten komen. Vooral omdat je dan verder kan kijken dan de waan van de dag. Dat stippelt de toekomst uit rond klimaat over de regeerperiodes heen. Dat zegt dus heel duidelijk wat je moet bereiken in 2030, in 2050. Ja, en hoe je dat moet doen, dat zijn instrumenten die je op andere manieren inzet. Maar dan kan je daar niet omheen, want de toestand is ernstig. Ja, het is niet hopeloos, maar het is ernstig. Dus we zijn de tijd echt wel voorbij om zomaar wat te doen. En ik stel vast dat in Wallonië er zo'n decreet is, maar ook in sommige andere landen, zoals Nederland, is er een klimaatwet. Dus waarom zouden we anders doen? Dat zijn landen, denk ik, die Nederland ook, Noorwegen en zo verder, die wel blijk geven van een goed bestuur of van een degelijk bestuur. Ik denk dat we daar ook wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar is een pact dan niet voldoende? Ja, een pact vind ik een beetje vrijblijvend. Een wet zegt echt van kijk, we moeten dat bereiken tegen die tijd. En dan moeten we er alles aan doen om dat ook te bereiken. Nu nogmaals, ik ga niet blijven vasthouden per se aan een wet of een decreet. Het belangrijkste is dat er van alles gebeurt. Maar ook dat zie ik niet gebeuren. Dus als je een wet hebt, dan moet je eigenlijk wel dingen gaan doen. En dan word je verplicht om de doelstellingen te halen. Ja. En dat is wat we graag zouden willen. Dat is bindend. U wilt bindende doelstellingen. Maar we hoorden ook van dat het risico bestaat of het gevaar bestaat dat burgers dan naar een rechtbank stappen in het geval van een klimaatwet. En ook de klimaatwet schiet haar doel voorbij. Ja, maar dan ga je er eigenlijk vanuit dat je de doelstellingen niet zal halen. En we moeten de doelstellingen halen. Iedereen moet zijn duit in het zakje doen. Nu, er zijn bepaalde momenten in een geschiedenis van een land of van een volk, ja, dat het echt wel erop aankomt. En ik denk dat we echt op zo'n moment zijn aanbeland. Klimaat is niet zomaar iets wat vanzelf voorbij zal gaan. Daar moeten we echt op ingrijpen. Net zoals we tijdens de industriële revolutie investeringen hebben gedaan, moeten we dat nu ook doen om onze regio toekomstbestendig te maken. En daar hoort volgens ons een wet bij. En niet alleen volgens ons, de MR is er ook voor. Ook sommige andere partijen zijn daarvoor. En ook andere landen, zoals ik net zei, hebben zo'n wet net omdat dat een van de bindende instrumenten is om de doelstellingen inderdaad te kunnen halen. Ja, maar wat nu? Want N-VA, CD&V lijken er alvast niet voor te zijn. Dus het zit muurvast dan? Ja, het zit vast. Allee, er is een klimaatpact. Dat moet nu ingepast worden in een soort nationaal klimaatpact. Maar ondertussen moeten er maatregelen genomen worden. Nu, als we kijken, wat zijn de moeilijke sectoren? Dat is mobiliteit, is een moeilijke sector. Waaronder transport ook zit. Landbouw is een moeilijke sector. En gebouwverwarming is een moeilijke sector. Nu, er gebeuren al wat dingen op die drie domeinen. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Ik zie bijvoorbeeld dat de renovatiegraad van gebouwen stremt. Die loopt eigenlijk terug. En dat is heel jammer en heel vervelend. Want op die manier wordt ons gebouwenpatrimonium ouder, minder kwaliteitsvol. Nu, als je investeert in je huis, je maakt het beter, ook energetisch beter, ja, dan gaat het ook meer waard worden, gaat het langer mee kunnen gaan. Dat moeten we doen. Daar moeten we extra op inzetten. Dus je kan best wel dingen doen, ook zonder zo'n wet. We moeten het ene doen, namelijk die wet maken, zonder het andere te laten, namelijk maatregelen nemen. Ja. Dus de beide zijn echt wel compatibel. Maar minister Van den Heuvel was ook wel voor een klimaatraad, ja. Een raad van experts. Ja. Die kunnen toch ook wel voldoende of op regelmatige tijdstippen evalueren of bepaalde doelstellingen gehaald zijn. Het is natuurlijk wel absoluut niet bindend. Ja, absoluut. Zo'n klimaatraad was ook een van de voorstellen van die professoren. En ik denk dat dat ook wel interessant kan zijn, want ik zie nu dat bijvoorbeeld naar de Wever ook met experten gaat spreken. Fantastisch dat ze dat doet en ik vind dat heel goed. Maar een overheid zou eigenlijk dat ook, of zou dat zeker moeten doen. Die zou een adviescommissie moeten hebben dat het adviseert op vlak van klimaat, maar daar ook naar handelen. Ja, ik zie heel vaak dat het feit dat de aarde opwarmt, ja, die evidentie is er al een aantal jaren. En nu pas gaan we echt maatregelen nemen. Dus het is niet omdat er wat experts zijn dat we die ook gaan volgen. Hè. We zouden dat wel moeten doen. Maar ik hoop dus dat die experten er zijn, dat we die ook ons terug gaan nemen. En dat we ook naar hun mening gaan luisteren, ja, en naar handelen. Ja. U zegt nu pas worden er maatregelen genomen, maar ze zijn dus inderdaad nog altijd niet bindend. Eigenlijk zegt u, de urgentie, het gevoel van urgentie is nog altijd niet voelbaar bij de andere partijen.
Ja, ik voel de urgentie niet echt, want ik zie dat minister Van Heuvel zegt van ik ga geen nieuw pact maken of ik ga geen nieuwe wet maken. Ja, ik bedoel, ik denk wel dat een nieuwe minister wel wat ambitieuzer mag zijn dan dat. Ik denk dat hij niet alleen moet zeggen wat hij niet gaat doen, maar zeker ook wat hij wel gaat doen. En dat vind ik dat een beetje nablijft nu. We moeten hem misschien nog een klein beetje krediet geven, hij is nog maar 2 weken minister. Maar ik verwacht wel dat hij snel, laten we zeggen tegen het einde van de maand, wel met een aantal heel duidelijke maatregelen komt die hij nog bijkomend wil nemen om de klimaatdoelstellingen te halen. Oké, en u gaat daarover dan opnieuw een vraag stellen? Absoluut, dat doe ik elke week. Oké, dankjewel Johan Dame. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.